En goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas Markets. In de VS bleven de indices dicht bij huis in aanloop naar een lang weekend. De dollar trok wel verder aan tegen de euro, dit tot ongenoegen van president Trump. Florida, North en South Carolina en Georgia treffen inmiddels maatregelen voor de superstorm Dorian. Die nadert de Amerikaanse kust en hangt nu boven de Bahama's. Vandaag blijven de Amerikaanse markten overigens gesloten, dit in verband met Labor Day. Het feit dat China niet meteen alle aangemerkte Amerikaanse goederen met een hoger tarief treft, werd vanmorgen in Azië als positief ervaren. Producentenactiviteiten stegen waar een krimp verwacht werd. Ondertussen nemen de spanningen in Hongkong wel weer toe. Shanghai Composite steeg 1,3%, waar de Hang Seng juist 0,7% moest prijsgeven. In Amsterdam opent de beurs vanmorgen onveranderd tot een fractie hoger, maar veel nieuws is er niet. Bij de buren aan de andere kant van de Noordzee begint het politieke steekspel weer na het zomerreces. Het Britse lagerhuis zal volop in beroering zijn na de coup van Boris Johnson. Vanmorgen wordt er gestaakt bij het grondpersoneel van KLM en dat zal de maatschappij weer veel geld kosten aan schadeclaims. Juist door dat laatste is er ook een sterke verdeeldheid onder het personeel. ASR gaat vandaag 70 eurocentjes ex-dividend. Op de agenda vanmorgen zien we diverse inkoopmanagersindexcijfers uit de eurozone. Dat om 10 uur en 11 uur. ABN AMRO zet het Franse Bouygues op kopen met een koersdoel van 43. HSBC zet ABN AMRO op kopen met een koersdoel van 22. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.